Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. Ik ben er weer, Zelda Play 20, zoals altijd. En in de vorige aflevering hebben we het weer voor elkaar gekregen om toch nog op het laatste moment 3 shipparts weer in de Distance Spring te krijgen. En we gaan eens kijken hoe goed dat we het vandaag gaan doen. En misschien dat we al klaar kunnen zijn met de Distance Spring. Ik hoop het. Ik bedoel, de Distance Spring is een best wel interessant iets, maar er zitten best wel 2 shipparts dicht bij elkaar en de andere 2 shipparts zitten ook dicht bij elkaar. Dus ik hoop dat we het voor elkaar kunnen krijgen om alle 4 shipparts te krijgen. Misschien, ik weet het niet, we gaan het gewoon proberen. Goed, dus als het goed is, alle vijanden zijn nog steeds niet gerespawned, want dat duurt 3 dagen geloof ik. En dit is dag 3, dus als het goed is, hebben we dus het voordeel dat er hier nog steeds geen bobbers liggen. En kunnen we dus zeg maar een leger van 100 rode Pikmin meenemen. Want in... Oké, er is ergens een seed die ergens ligt. Maakt niet uit. Rode Pikmin zijn op dit moment eventjes een must. Want we hebben heel erg veel Spuddy Bulbs. En we hebben dus zeg maar ook nog eens een keer Puffy Blowhawks. En heel veel shipparts waar we ook nog eens een keer gelen. Maar onze main missie op dit moment is eerst heel eventjes onze vijandjes uit te schakelen. Waardoor dat we de shipparts heel erg makkelijk mee kunnen nemen zoals jullie al eerder gezien hebben vandaag. Goed, dus voordat ik ga blazen, eerst eventjes een bumrush. Goed zo. En eentje die is weg. 2 zijn weggeglitcht. Dat is jammer. Oké. Nou moeten we aan die Puffy Blowhawk gaan beginnen. En attack, 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 attack. Als het goed is, kan hij niet daar overheen vliegen. Want dat is zeg maar niet zijn territorium meer of zo. Weet ik hoe dat de game designers dat van plan waren om dat uit te leggen. Maar dat maakt niet uit. Dus we kunnen hem gewoon aanvallen. Oh, hij gaat boven de puzzel. Kom op jongens, krijg hem aan de grond en sla hem helemaal naar de Filistijn of zo. Weet ik veel. Oké, we krijgen geen shipart van hem, maar het is heel erg belangrijk om die te verslaan, omdat die andere Pikmin heel erg gaat hinderen. En daar zijn we natuurlijk geen liefhebber van, dus vandaag. Oké, hebben we alle Pikmin? Ja. Dan hebben we hier nog 1 Spuddy Bulbear en die staat weer met een... die staat zeg maar de verkeerde kant op naar ons. En aangezien dat we hier ook weer water hebben. Hij is wakker. Oh, we hebben hier nog een Puffy Blowhawk. Niet handig. Oh, en de Sheergrubs, ja. Maar ja, Sheergrubs zijn niet zo erg. Dan gooi je gewoon Pikmin op en je slaat ze gewoon helemaal tot appelmoes. En dan zijn we ook weer tevreden. Goed. Zal ik eerst die Bulbear doen? Of, want hij is nog steeds wakker. En hij zit dus zeg maar boven water. En daar moeten we dus zeker voor uitkijken. Goed, we gaan eerst even de Bumrush doen. Invallen! Perfect, jongens. Perfect. Jullie zijn waardige Pikmans. Jullie zijn geweldig. Oké, nou. Puffy Blowhawk. Kom maar. En Swarm. Goed zo, jongens. Ik hou van mijn attack team. Serieus, die vallen echt... Die vallen zo goed aan. Mijn attack team, die doet het perfect. Ik ben trots op jullie, jongens. Mijn little Pikmans. Oké, nou. Weten we nog die Bulbear die dus wakker is geworden van ons? Bumrush! Perfect. Oké, we hebben er een paar zeg maar kwijtgeraakt met een glitch weer. Ik weet het, die glitch die is vervelend. Kan er helaas niks aan doen. Maar goed, wat nu dus het allerbelangrijkste is dat wij dus heel voorzichtig hier doorheen gaan. Er zit die fire hazards, dus nogmaals, geen probleem voor onze rode Pikmins. Oké. En wat hier dus zit, is een grote vriend Armored Can Beetle. Hallo! En die willen wij gaan verslaan. Nou, dit keer hebben we rode Pikmin bij ons. Dus doe jij eens heel eventjes je zuigaanval. Goed zo. Want je zuigt. Dan lopen we eventjes naar achteren. En dan gooi je al onze rode Pikmin erop. En aangezien dat rode Pikmin zeg maar meer schade doen als blauwe Pikmin, denk ik dat we dit in 1 keer kunnen doen als we geluk hebben. Ah, ja. We hebben hem. Oké, dus de eerste shipparty is binnen. Een pokebal. Die heeft 30 parts nodig, of 30 Pikmin nodig. I've discovered a Pokeball. With this piece installed, I can finally capture more Pokemon. Nah, okay, it's the Bow Spirit. With this piece installed, my ship should regain some of its sleek shape. Ik weet niet, dat in het begin van de opening scène, dat je dus zeg maar dat grote glowy ding zag. Ik noemde dat gewoon een Pokeball, letterlijk even jullie. Ik vond het ook gewoon een Pokeball. Het is gewoon een Pokeball. Oké, nou. We hebben dus zeg maar alvast 1 van de 3, 4 shipparts die wordt nou naar ons huis toegebracht.
En wat ik nou wil gaan doen is de meeste Pikmin gewoon zeg maar terugstoppen in een onion die we niet nodig hebben. In dit geval dus zeg maar de 56 rode die we nou in onze battalion hebben. En wat ik wil doen is ik wil 20 gele Pikmin nemen. Want dat is zeg maar voor de volgende puzzle piece. En dan moeten we dus bij gaan puzzelen. Puzzle piece. Is hij puzzle piece? Ik ben geen Donkey Kong Country aan het doen. Ugh. Ship art. Waarvoor we moeten puzzelen. Get it? Mooi. Goed. Dus dan wil je 20 yellows wil je meenemen. En dit is een hele irritante puzzel die we dus moeten doen. Wat we hier moeten doen. Dus we moeten onze gele Pikmin. We hebben daar nog een paar rode achter liggen. Maar ja, met rode Pikmin kunnen we dit helaas niet. We moeten dus met gele Pikmin. Moeten we dus zeg maar onze Pikmin. Die moeten we daar bovenop zien te krijgen. En die moeten we zo leiden naar een ship part. En er zitten hier dus zeg maar ook heel veel valstrikken. En daarvoor moeten we dus zeg maar onze Pikmin zo goed mogelijk begeleiden naar onze locatie waar we dus zeg maar naartoe moeten gaan. En dat kan nogal vervelend zijn, want je hebt hier dus zeg maar verschillende obstakels. Zoals deze hier. Oh, dit vind ik echt een van de ergste obstakels. Kijk, ik zie die gewoon hier overheen gooien. Dat kan dus en dat maakt het dus een stuk makkelijker voor mij. Mooi. Goed, nou, heel voorzichtig. Kom maar, allemaal. Geen vallen. Oké, we missen er eentje nou even, maar die mag dan voor mij wel even achter blijven staan. Oké, wat we willen doen, is we willen alle Pikmin daarop gooien. Uh-oh. Damn it. Want dat is namelijk een van de belangrijke dingen. I have found my UV lamp. The only problem with this handheld light is that it can be too bright at times. I have to remember to wear my sun visor when I look in it. Bla bla bla. Zal wel. Oké, nou. Wat we kunnen doen is we kunnen heel eventjes leem zijn. En we kunnen dus zeg maar de Pikmin hier ook opgooien. Dan loop ik zelf weer dat pad even terug. Zoals ik al zei, dit kan een heel irritant proces zijn. En wat dus ook een nadeel is, is als Pikmin hier invallen, dan kun je ze er dus alleen maar uitgooien. Alleen dan krijg je allemaal, zeg maar, dan kom ik daar wel op. Dan kun je ze dus zeg maar gewoon makkelijk uitgooien, eventueel mocht je dus zeg maar daar vastzitten. Het is een hele irritante puzzel en daarom ben ik dus bang zeg maar dat we hier het probleem gaan krijgen dat we dus niet zeg maar alle shipparts kunnen gaan halen. Dus wat ik wil doen is, ik wil heel voorzichtig de Pikmin daar opgooien. Ze hebben genoeg Pikmin, mooi. Oké, deze hier. Daar had er maar 15 voor nodig dus. Dat is alleen maar mooi. Deze laat ik heel eventjes hier staan. Dan ga ik hier al eventjes in. Hier hebben we namelijk ook nog eentje die vast zit. Die gooi ik er eventjes uit. En dan kunnen wij er ook uit door op deze keizer te komen. En dan hebben we dus gedaan wat we hier moeten doen. Goed. Nou, die rooi ook even meenemen. Voor de laatste twee ship parts. We hebben nog een halve dag. We gaan het gewoon proberen. Hebben we dus heel veel blauwtjes nodig. Waar is ons team die bezig was? Ik bedoel, we hebben toch net die ship... Of zijn... Oh, hun lopen helemaal kilometers om. Moeten hun weten, niet mijn probleem. Oké, deze die mogen terug. Deze die mogen terug. En we worden nou niet geïnterrupt omdat ik op zat te wachten. UV lamp, this handy light is great for tanning, but it doesn't seem to have any relation to the dolphin's flight capabilities. I doubt this is ever going to affect my escape from this planet. Perhaps there are other parts like this as well. Dus dat was ook een van de parts die dus niet required was om dus zeg maar de normal ending te krijgen. Vergeet niet, je hebt 3 endings, ik laat ze alle 3 zien, maar dat is dus zeg maar niet een van de required ship parts. Goed, nou dat we onze geeltjes zeg maar allemaal weer terugstoppen. Neem ik mijn hele blauwe team mee? Nou ja, niet heel, maar... Ik bedoel, 68 zou wel moeten doen wat we willen gaan doen, dus... En we hebben nog een halve dag, dus ik hoop echt dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Ik bedoel, we hebben alle vijanden nou verslagen. Dus wat we willen doen is, we willen dus zeg maar zo snel mogelijk naar heel dit punt hierachter toe. En zit u daar nou nog steeds? Even wachten, ik vertrouw dit niet. Wachten jullie eens heel eventjes hier.
Au. Oh, ja, tuurlijk. Ik snap het al. Ga dan maar aan werken. Helemaal vergeten tot daar nog een brug is en nog een ander ding en al. Heel vervelend inderdaad, maar ja, ik was het helemaal vergeten. Mijn fout. Goed, ondertussen dat hun dus bezig zijn met die brug, kunnen wij dus even de blauwe eventjes zeggen van... Nou jongens, helpen jullie heel eventjes mee. En dit kost eigenlijk best wel kostbare tijd, waar ik eigenlijk best wel teleurgesteld over ben. Want, nou weet ik zeker dat ik die V-part zeg maar op mijn buikje kan schrijven. Want, even kijken, die muur die zit daar. Jongens, niet aan gras gaan zitten, hè? Waar zitten jullie? Hier. Niet meer gras spelen. Nou, die muur die moet even naar beneden. Jongens! Gewoon even meehelpen, ja? Even teamwork. En... Zo, even een vogelaanval hier ondertussen. Even kijken, hoe gaat het met de brug? De brug is nog niet eens echt hartstikke noodzakelijk, zo erg is het gewoon. Denk al, waarom komt dat paard niet dichterbij? In plaats van dat ze dan gewoon een andere route nemen. Ik bedoel, hun zijn vuurproef. Hun kunnen gewoon daar doorheen lopen of zo. Oké, nou die zijn klaar. Kunnen jullie even meehelpen? En... Jullie gaan dit meenemen. Goed zo. Nou, misschien kan ik het nog voor elkaar krijgen om één ship apart te pakken. Daar zou ik heel tevreden over zijn. Dus ik ga het gewoon proberen. Want we hebben hier dus zeg maar een puzzel ship apart. Jongens. Wat is nou jullie probleem? Oh, jullie missen twee Pikmin. Zo dan. En nou dat ding meenemen, verdorie. Wat we dus hier nog moeten doen, is we hebben dus zeg maar hier een verschillende soorten puzzels. En dit is een van de vervelende puzzels trouwens ook. We hebben hier waternipplets. Eerst even verslaan. Twee kwijt. Oké, kan ik mee leven. We hebben hier zeg maar een gele Pikmin. Die gele Pikmin die moeten we maken zeg maar om dat ding zeg maar te kunnen halen. En dat moeten we dan zeg maar weer, moeten ze weer teruggooien in blauwe Pikmin. Dus wat we moeten doen hier is, ik geloof dat dat ding 15 Pikmin of 20 Pikmin nodig had. Dus ik wil eigenlijk eerst zorgen tot er een groep Pikmin hier opgegooid wordt. Kom maar. Dit is gewoon te doen met blauwe Pikmin, dat is het voordeel. En nou, als ik me niet vergis, kan ik ze dan... Moet ik ze nou andersom doen? Ik moet ze daar helemaal niet op gooien, of wel? Nee. Terugkomen! Ik moet ze hier op gooien, mijn excuses. Kan je ze hier niet op gooien? Is die nou weer verklaard? Dat wou ik al zeggen, je kunt ze er gewoon op gooien. Hoppakee, geen geklets, gewoon doen. Zo. En dan wil je ze gewoon naar die ship part daar naartoe gooien. Oké, dat is genoeg. En als het goed is, hebben we dadelijk geen problemen meer met... de ship... Hoe ver is die andere nou ondertussen? Want... Oké, die zijn al bijna terug. Goed. Nou, wat we dus willen doen, is we willen dus zeg maar 20 Pikmin ongeveer hier bovenop gooien. Zoiets. Kunnen we alvast een beetje doen hier. Je wil hier in deze bloem gooien. Oké, eerste ship part is klaar. Ik ben heel erg geconcentreerd. Vinden jullie ook niet? Wat een stil moment. Sorry, ik was heel even geconcentreerd. Oké, Bow Spirit, the so-called face of the dolphin. In point of fact, I designed it. Olimar is dus geheim een Pokémon trainer. Dat is dus overduidelijk. We hebben 27 van de 30 parts. Nog 2 parts te gaan, waar we dus flink mee bezig zijn. Oké, we hebben hier nou 20 gelers. En die gelers die zouden we dus daar naartoe op moeten gooien, zeg maar, voor de laatste ship part.
Maar daar gaan we dus nou nog niet aan beginnen. Ik bedoel, we kunnen ze wel gaan plukken, maar dat redden we niet. We hebben al een waarschuwing gekregen van Caddy op Pikmin. Ik hoop dat ze die ene shippart nou kunnen brengen. Oh, daar is die waarschuwing pas. Sorry, ik dacht dat die al geweest was. Maar dat maakt niet uit. Dus wat we gaan doen is, we gaan er zeker voor zorgen dat we geen Pikmin achterlaten. Dus die Pikmin daar onder de grond, die zullen veilig blijven voor de rest van het spel. En... of ja, voor de rest van het spel, voor de rest van de dag. Dus wat ik nou doe... dus ik ga heel even kijken hoe ver dat die andere Pikmin zijn. Waar zijn ze eigenlijk? Oh, we lopen nou naar die ene groene vlek. Dus hier is nog een Pikmin te vinden. En die Sheer Grub, die negeren we gewoon. Hallo! Wij komen je even redden. Vinden we aardig. Joepie, zegt hij ook. Wat leuk. En als we dan teruglopen... oh, zoveel Steve's. Jongens, niet nu! Uh-oh, oh, gelukkig. Ze hebben het al gehaald. Dan hebben we nog zo'n rare toeter gevonden. This, the second Ionium jet. This adds for these jets boost to that with excellent mileage that's easy on the family budget. This jet will keep your wife smiling and propel you to her happy home life, blah blah blah. I've now recovered 28 of the 30 parts. If I could just find one more, I should be able to increase my capabilities and all that stuff. Goed, dus als ik me niet vergis, hebben we nou 78 Pikmin, 22 gele Pikmin, die zijn daar zeg maar nog te vinden. Dus daar hoeven we ons op dit moment nog niet echt druk over te maken. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon heel eventjes snel zorgen dat we dus zeg maar naar Sunset toe gaan. Hoppakee! Yes! Yes! Show me your moves! Hartstikke leuk. Nou, we raken dus nou geen Pikmin kwijt, want op het moment dat Pikmin onder de grond zitten, hoeven we dus niet bang te zijn dat ze dus zeg maar, achtergelaten worden. It is very strange. The scenery of this planet, which I found hostile, now sometimes strike me with a surprisingly serene. Perhaps the Pikmin I have opened my heart to the beauty of this world. I even started thinking there were some parts I do not need. A daydream. Ja, we hebben behoorlijk veel parts, zeg maar, die je niet nodig hebt, nou gevonden. Want die vind je dus, zeg maar, bij de Distant Spring. Maar we hebben dus weer 3 parts voor elkaar gekregen. 9 Pikmin zijn kwijtgeraakt, 0 Pikmin zijn achtergebleven. We hebben nog maar 2 parts nodig en we hebben nog 17 dagen. Wow, wat hebben we nog veel. Dus, ik denk dat we in de volgende aflevering die laatste part gaan doen. En dan gaan we dus, zeg maar, weer één van de secret bosses doen. Aangezien dat we dus zeg maar niet onze goal hebben gehaald. Screw de goal, serieus. Ik ben eigenlijk best wel tevreden hierover. Want dan kunnen we nou nog naar de Distant Spring. Kunnen we nog eventjes die puzzel oplossen. En dan hebben we nog meer dan genoeg van de dag over. Om de Smoke Prog aan te pakken. Dus ik hoop jullie morgen te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Pikmin. Tot dan, jongens.